Stel, je game traag, maar je wilt je computer ook graag meenemen. Dan zul je dus of in een desktop en een laptop moeten investeren, of een game laptop moeten aanschaffen. En allebei die opties zijn niet ideaal. Want twee computers kopen, dat is een dure grap. En het alternatief, één game laptop, is ook niet ideaal, want die laptops zijn vaak lomp en zwaar. Zeker als je kiest voor een beetje een knappe videokaart. Als het een Alienware ligt, dan hoef je niet meer te kiezen. Want dan koop je voor onderweg een Alienware 13. En kom je dan thuis, dan kan je op desktopsnelheid gamen dankzij deze doos. Die ze bij Alienware de Graphics Amplifier noemen. De Graphics Amplifier is eigenlijk niets meer dan een behuizing voor een voeding en een PCI Express slot. In dat slot kan je een desktop videokaart steken die vervolgens met een kabel met je Alienware laptop communiceert. Je kan met de videokaart gamen op een extern scherm, maar je kan ook gewoon het laptopscherm gebruiken. Volgens de fabrikant worden alle recente videokaarten van AMD en Nvidia ondersteund en daarmee zou je in theorie dus kunnen gamen op een supersnelle videokaart zonder dat je er een hele game PC omheen hoeft te bouwen. De praktijk is echter wat weerbarstiger en dat begint al als je de Graphics Amplifier aansluit. Hij is niet plug-and-play, waardoor je de laptop eerst opnieuw moet opstarten. Daarna blijkt dat de ventilator in de amplifier niet temperatuurgestuurd is en dus een flinke bak herrie produceert. Vervolgens kan je tegen het probleem aanlopen dat je videokaart toch niet wordt ondersteund. Wij probeerden een misschien wat exotische HD 7990 en een wat meer alledaagse R9 270X. En beide videokaarten werden niet herkend en bleken dus onbruikbaar. Heb je een videokaart die wel ondersteund wordt, dan kan je ook nog tegen driverproblemen aanlopen. Bij diverse kaarten van AMD hadden we met de laatste Omega driver problemen, waarbij de game vastliep. En bij Nvidia kaarten werkten de laatste drie drivers niet met de nieuwste GPU's. Waardoor we voor een GTX 980 moesten uitweken naar een driver van 3 maanden oud. En eigenlijk zouden we ook niet in zo'n dure videokaart als de GTX 980 investeren. En dat heeft weer met de laptop zelf te maken. De processor die erin zit is namelijk een Core i5-4210U. En die blijkt gewoon niet krachtig genoeg te zijn om een snelle videokaart bij te benen. Wat resulteert in een veel lagere framerate dan je van zo'n videokaart zou verwachten. De Alienware 13 en de Graphics Amplifier zijn dus geen gelukkige combinatie. En we zouden hem dan ook eerder met een snellere Alienware 15 of 17 combineren. Alleen, die laptops hebben van zichzelf alweer een snellere videokaart, waardoor je weer minder snel naar de Graphics Amplifier hoeft uit te wijken. De laptop zelf is onmiskenbaar een Alienware en lijkt veel op de Alienware 14, maar dan een slagje kleiner en zonder de LED-verlichting in de touchpad. Voor een 13-inch laptop is hij wat groot en met 2 kilo is het gewicht ook niet bepaald laag. Maar het is dan ook geen ultrabook, maar een game laptop. En als je dan gaat gamen, heb je de Graphics Amplifier ook niet per se nodig, want de laptop heeft zelf ook nog eens een videokaart aan boord in de vorm van de GTX 860M. En daarmee kan je de meeste games op medium settings spelen en de i5-processor is bij die GPU minder snel een bottleneck. Je hoeft de laptop natuurlijk niet alleen te gebruiken om mee te gamen. Er zit namelijk een prima toetsenbord en touchpad op en dankzij de ruim bemeten koeling maakt de laptop bij niet al te zware belasting bijna geen geluid. Ook het scherm is niet verkeerd. Het is een IPS-scherm met goede kijkhoeken, een hoog contrast en een matte afwerking, waardoor je weinig last hebt van reflecties. Het enige wat we tijdens gewoon werk echt misten, was een kaartlezer. Die ontbreekt, terwijl het toch ruimte genoeg is om er een te monteren. De Alienware 13 is dus op zich een prima game laptop met een goed scherm, maar een relatief langzame processor. Zeker als je de Graphics Amplifier met een snelle videokaart aansluit, wordt die processor de bottleneck. De Graphics Amplifier vinden we een mooie ontwikkeling, maar die komt helaas niet goed uit de verf. De fan maakt wel erg veel herrie, videokaarten die het wel zouden moeten doen werken niet en de nieuwste Nvidia drivers kregen we niet aan de praat. De prijs van dat apparaat bedraagt €250 en dat zouden we er dus niet voor over hebben. Heb je zoveel extra grafisch geweld niet nodig, dan is de Alienware 13 een prima allround laptop die ook met wat minder zware games goed uit de voeten kan.